Ik loop in mijn handdoek, want het is toemis. Oh, wat een service in dit restaurant. Marco heeft geen zin om te eten. Vind je dat zo grappig? Ja. En toen riep ze mij, weet je wat, Nathie? Goedemorgen, het is zondag. Ik loop in mijn handdoek, want ik heb natuurlijk weer dat tape op mijn rug. Maar ik heb net gedoucht en mijn haar gewassen en zo. Dus dat tape is heel erg nat. En dat is niet fijn als je aankleedt, want dan zijn je kleding, of is je kleding ook gelijk helemaal nat. Dus ik ga even in mijn handdoek van alles doen in huis. En als de tape dan wat droog is, ga ik me zo aankleden. Ik ben aangekleed. En ik heb me opgemaakt. Ik heb deze top aan. Die is van Karen Millen. Ik vind deze mouwen altijd zo leuk. Je ziet het niet, maar zijn opa. En broek Levi's. Mile High ook weer uiteraard. Laarzen zijn van De Bronx. Tas Michael Kors. Oorbellen. Anahi. En waar waren deze nou van? Oh ja, Mimosa. We zitten in de auto en we gaan naar opa, hè? Ja, mijn schoonvader was gisteren jarig. Dus dan gaan we vandaag op visite. We moeten wel een eindje rijden. Maar ik vind dat wel een leuke rit. Dus. Er zijn 5 eitjes verstopt door mij en opa. Kijk of je ze kan vinden. Ik heb nog een keer. Nog een keer. Probeer het. Nee, het kan niet. Hij kan niet. Oh. Hij kan niet tegen. Oh. Wat ging je dan nu doen? Ik wil die bel op laten. Eerlijk. Nog meer. Dat was niet met mijn tanden, dat was met lippen. Dat was niet echt bijten. We zijn thuis. Het is al gekookt. Oh. Wat een service in dit restaurant. Komt u maar aan de stoel, anders ga ik op lucht zitten. Alleen, Marco heeft geen zin om te eten. Hij is Formule 1 aan het kijken. Papa, kom nou, eten, papa. Waar ben je? Papa, kom nou. Ik denk, doe het voor je, Sarah. En we eten lekker lasagne en we hebben er altijd 1 zonder en 1 met kaas staan. Het is gezellig eten ook zo. Gezellig hoor, je moet wieltjes hebben. Ja, ik wel. Nou, papa was... Kijk dan. Papa is gewoon gaan staan. Ik blijf niet uit de tafel zitten om per se een autoserie te kijken. Vind je dat zo grappig? Ja. Hij was zich net aan het klaarmaken. Voor bed. En toen riep ze mij, weet je zelf, Nathie? De laatste gewone wisseltand is eruit. Yay! Nu heeft ze alle 8 gewone tanden gewisseld. En dan alleen nog later de hoektanden kiezen. Maar dat komt pas over een tijdje. En nu heb je net paashaas tanden, hè? Paashaas. En het is bijna Pasen. Daarom moest hij eruit. Dat is het hem. Paashaasje. Nou, jij gaat lekker slapen? Kusje? Ja. Ik moet echt... Hey, oh, zo, dit is stom. Ik denk, ik moet mijn camera zoeken. Maar ik ben aan het filmen. Ik had mijn laptop en mijn kabeltje gepakt om een beeld te doen. Even mijn laarzen nog uit. Als ik mijn camera een beetje blijft staan. Niet echt. Nou. Werk eens mee. Zo. Wat wil ik zeggen? Oh ja, ik moet echt wennen aan het licht. Ik heb nooit zo heel erg moeite om te schakelen. Van tijd tot tijd. Ik slaap toch wat laat en vaak kort. Dus ja, als het dan een uurtje verandert, maakt het niet uit. Dat is het voordeel van iets minder ritme hebben. Alleen, dan gaat Sarah naar bed. En dan heb ik echt voor mijn gevoel het gevoel dat ze heel vroeg naar bed is gegaan. Nu, omdat het opeens nog licht is. En gisteren was het schemerig toen ze naar bed ging. Dus dat is wel even
Dat je niet eens op mijn interne klok, maar meer dat je denkt, hè? Het is nog helemaal licht. Maar dat is logisch. Mark moest nog even wat dingetjes regelen voor werk. En ik ga het nog even ergens een bakje doen. En dan kan ik mooi even editen nu. En de boltype verder kijken. En ik vind hem zo leuk. Dit is iets wat jullie vaak niet zien of niet weten. Maar dat vond ik wel grappig om te delen. Van dit, deze beelden. Deze en dit. Dit is dus allemaal beelden door Sarah zelf geschoten. En hier zit ook nog wel wat tussen. Dus soms heb ik gewoon echt 1, 2, 3 uur aan beeldmateriaal. Dat kan ik niet altijd nalopen. Als het wat minder is, haal ik er leuke stukjes uit. Of soms kies ik wat, bijvoorbeeld de eerste 3 of 4 beeldjes. En dan kijk ik of ik daar wat leuks uit kan halen. En als het dan een verhaaltje is, dan kijk ik of ik het zeg maar een beetje af kan ronden. Maar soms heb ik gewoon echt letterlijk 2 uur beeldmateriaal dat zij achter elkaar gefilmd heeft. En als het kan, vind ik het ook prima. Dat mag ze ook. Ik vind het echt heel schattig om te kijken. Maar ja, ik kan niet altijd alles plaatsen. Dit is trouwens de vlog van gisteren. Dus die komt over 6 dagen. Dus deze vlog, wat ik net liet zien, is dus de vlog die 3 april online komt. Dus als je benieuwd bent wat er dan een beetje uitkomt, dan zou ik zeggen, kijk de vlog van 3 april. Sowieso zeg ik, kijk gewoon elke dag natuurlijk. Maar als je hier nieuwsgierig naar bent, wat ik hiervan gemaakt heb, want ik kan niet alles bewaren, of erin doen, dan kan je dat op 3 april dus zien. Oké, ik ben nu echt officieel een addict. Maar ik vind het leuk, dus who cares. Ik ben alles aan het klaarzetten voor morgen. Bakje, maar appelschillen doe ik morgenochtend pas. Kruisli. Bakje, alles voor Sarah. Yoghurt staat in de koelkast natuurlijk. Dat is niet zo handig om al neer te zitten. En ik ben echt van, ik zet het liefst zoveel mogelijk 's avonds neer. Want echt alles wat ik niet 's ochtends hoef te doen is meegenomen. Nu borst ik van de energie. En kan ik toch niet te vroeg slapen. En morgenochtend heb ik er een hekel aan. En wil ik het zo min mogelijk doen. Dus dan heb ik dat al gedaan. De schooltas staat ook verder al klaar. Dus ik ben er zo goed als klaar voor. We hebben eigenlijk alleen kleren klaargelegd. Nou, dat misschien ook zo even stiekem de kamer in sneak. Maar ik ga weer keurig op tijd naar bed. Terwijl technisch gezien natuurlijk pas 11 uur is. Maar ik zat al aardig in dit ritme. Omdat ik natuurlijk ook al een beetje laat raar naar bed ga. Dus ik wil de vlog alleen nog even afsluiten. En dan ga ik lekker mijn bedje in. Bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een hele leuke reactie achter te laten. En als je niet geabonneerd bent, klik dan even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!